gekregen en wij denken dat we ergens in 1992 voor de eerste keer de boel hier aan de gang hebben gemaakt. Maar dat betekent dat als het vandaag de 24e keer is, dat we volgend jaar een feestje hebben. Want het is volgend jaar de 25e keer, zilveren jubileum. Maken we nou de afspraak, want vanmorgen kregen we een Facebookbericht om 10 minuten over 8 dat de eerste gearriveerd was. We dagen jullie uit om volgend jaar de eerste voor 8 uur binnen te komen. Ben jij verwonderd bij stem om traditionele Liems volkslied voor te zingen, of had je daar ook een assistent voor? Ja, ik heb ook een assistent voor, maar dat zingen wij tot op het slot net in de kerk. Gisteren, massaal. Maar ik wil wel even zeggen dat hoe ik aan bepaald dansen kwam. Nou ja, Jan heeft iets te veel gezegd, want ik heb geen 36 bestralingen gehad. Maar wel chemo's en vier operaties. Dat is een schildknie geweest. En daar werkt allemaal nog niet mee. Maar ik kan sinds een week alweer fluiten. En dan niet. Maar als ik, ja, anderen zijn gesukkeld, maar ik vind het zelf nog wel meevallen. Als dat niet gebeurd was, was ik niet op dit onderwerp gekomen. Het was namelijk zo, ik heb allemaal gehoord, jij moet meer drinken. Jij moet meer bewegen. Jij moet uit bed. En jij moet dit en moet dat. En toen heb ik bedacht, ik heb geen behoefte aan een bepaaldanser. Of een bepaaldanseres. En daar is het thema van gekomen. Maar eerst mag geen iets anders. Ja, zo gaat het. Het onderwerp, dat kan goed een week van de veur komen. Ik moest nou wel opschieten, want ik moest ook nog 2 dagen opgesloten worden. Op een nucleaire afdeling in het ziekenhuis. Want ik moest een capsule slikken. En dan moest iedereen uit de buurt blijven. En vooral die in verwachting waren. Dus en die dan binnenkwamen waren in ieder geval niet in verwachting. Ik zal me eigen even voorstellen. Ik ben van de zomer ben ik op vakantie geweest in Frankrijk. En toen zinde er een tegen mij op zijn Frans. Wie ben jij? Ja, ik wist toch dat ik zo gauw geen antwoord op. Ja, niet dat ik mijn eigen naam niet ken, maar dat ken ik wel. En toen heb ik al keer gevraagd, hoe zit dat daar op zijn Frans? Zeg maar, dan moet het wel opschrijven zoals ik het moet zeggen. Je suis Henny. Ik heb het op één na oudste beroep van de wereld. Ik ben palenpoetser. Dat waren genetisch bepaald, zeg maar. Want mijn moeder was ook palenpoetser. En dat is zo gekomen, ik kom uit een heel arm huishouden, dat durf ik gerust te zeggen. Thuis hadden wij een plaat boven de schouw hangen. Alle 11 goed aan 1 gratis. En dat was ik. Ons vader ging regelmatig rond deze tijd van het jaar. Ook wat bijklussen, want ja, je moet wat als je arm bent. Ja, dan word je creatief. Of recreatief, net hoe ik het wil zeggen. En die poetste dan de plaat. Zondagsmorgens ging hij op pad. En dan zei ons moeder, het is weer zo wijd. Brietje, zegt hij, ik gooi even wat bijklussen. En als ik terugkom, dan breng ik voor jou een chocolade bol mee. Kennen jullie die nog? Jan van der Linden. Die kijkt door van bovenaf heel schitterend naar beneden. En zijn plaatje blinkt niet, hè. Dus nou met volle maan gaan wij dat plaatje poetsen. En kijkt hij naar beneden. En hij schittert op zijn plaatje. Dan moest kijken, want stralen dat er terug de lucht in gaat. Dus dat gaan wij doen. Vader zweet niet zoveel meer. Ik heb er vannacht wakker van gelegen, dat mag ik ook gerust zeggen. Mijn tas van de Action. Dit was ook goedkoop, want het is maar een goedkoop Paul. En dan heb ik een gedichtje gemaakt. En dan stond bij ons thuis niet op de schouw, maar op de wc. Maar het is een heel mooi gedichtje. En dat heb ik opgeschreven. En dat doe ik voor Gerard Schalks. Want dat is toch ook wel een mooie moord, hè? Ja, niet dat ik er iets mee heb. Maar, hè? Ik hou van alle mensen, zo ben ik.
Gerard. Ik kom nergens aan, want dat is niet goed. De borst, de fles, de paplepel. Zo is het gegeven. Niet te weinig, niet te veel. Nee, het werd niks overdreven. Hier hoorde jij thuis, werd toegezeten. Bij al die Liemse mensen. En als je nou heel eerlijk bent, kun je toch niks anders wensen. Mensen, ik gooi poetsen. Succes. Wat fijn dat jullie zo stil waren. Heel wat mannen onder de indruk. En wij zijn het organisatiebureau. En dat heet BNV. Dat is bepaald niet verlegen. We zijn gespecialiseerd in het organiseren van de meest extreme wedstrijden. Ja, en als je dan hier zo rondkijkt in die zaal en je kijkt een beetje bij je binnen staat, dan denk je, ja, daar moet, als toch mensen mee doen, dan moet het wel heel extreem worden, hè, als die hier in de palen klimmen, jongens. Maar goed, na de eerste contacten met een Thai, toen zijn we niet bepaald de goede richting gestuurd, hè? Nee, niet totaal. Wij kwamen in eerste instantie uit bij camping De Paal, maar dat bleek in Bergijk te zijn en die hadden een heel andere doelgroep. Toen zijn we naar Paalpakket uit Schijndel gegaan. Paalhandel Smetsers in Holland. Uiteindelijk zijn we bij het Liems Pakhuis terechtgekomen. Ja, op Jos die bleek paal te verkopen. Maar goed, Jos heeft ons weer doorgestuurd naar de Kussenpaal bij de Schutschuil. Uiteindelijk zenden ze door dat we terug moesten naar de Prinsenpaal in Lint. En hier troffen we toch wel Ruudje Bouwmans aan. En wij vragen ons eigenlijk nog steeds af of Ruudje Doorn die stiekem aan het oefenen is geweest met die paal. Maar goed, uiteindelijk heeft Ruudje ons weer durven wezen naar de Nieuwstraat. Ja, en toen kwamen we in de Nieuwstraat, hè. En dat was heel snel duidelijk dat het niet helemaal een frisse zaak was daar. We hebben natuurlijk al een beetje veel werk gedaan, links en rechts. Informatie ingewonnen. En waarom de tijd in de Nieuwstraat gevestigd. Ja goed, dat weten jullie ook allemaal wel een beetje met de geschiedenis ervoor en met die hoop olie in de grond. Kunnen ze de komende 25 jaar dan nog helemaal masseren. Ja, ze hebben zelfs plannen om die olie op te pompen en dan te exporteren naar die massage salon in Boksel. Sterker nog, er blijft zelfs een ondergrondse tunnel naar Hotel van Joep Beleid te lopen. Hotel, wat voor tekst ervoor, jongen. Ja, ik moest het van Jan Kort maken, zit hij. En ik vind ze mooi. Ze gaan die olie exporteren. En dan moest ik nog zeggen, van, het hoeft niet altijd groene grond te zijn om te spreken van goede aarde, Peter. Oké, ja, Jos van der Laar kwam spontaan aangezet, maar die hebben we eigenlijk meteen afgewezen. Want Jos die woont sinds kort samen, dus Jos heeft gewoon niks meer te bepalen. Dat doet ze nou netje wel. Ja, en goed, Prins de Witte, hè, hij is in de keuken, maar we zien hem wel. En Tom van Halven, hè, die hebben zich als duo aangemeld, zeg maar twee handen op in een buik. Het is echt een vraag of ze meedoen, want we betrekken hier Paul van Prins de Witte. Die heeft verstand van buizen, palen, pijpen, genoem het maar op. Maar we hebben nog steeds geen goede kunnen vinden, een goede paal dan, om die gespierde torso's daar te kunnen dragen. Theo, ja? Wist je, ik denk dat wij voor het altijd al niet een prins vast zitten die we nou hebben. Ik denk het ook. Dan komt je er een andere mee, want daar zitten ze vroeger bij ons thuis al, met een witte, blijf er zitten. Maar goed, die kan niet ontbreken en zeker niet sinds gistermorgen onze kapelaan, hè. Ja, ja, toppetje. Ja, het is een heel verschil, hè, met die oude pastoor die hangt, hè. Want we gaan Norbert! En nou hebben we Jeffrey! Ja, goeie merk. Ja, hij stelde voor om zijn paaltans echt in de kerk te doen. En dan meteen de mistrol te krijgen. Maar, ja. Nou, wij hebben hem toen eens een keer goed aangekeken. en toch aangerooid dat ze een act op een ander moment moeten presenteren. Maar goed, ik weet niet of Peter van der Wielen is. Ja, die is er. Oh ja. Nou, Peter van der Wielen, onlangs kreeg Peter een motie van het CDA aan zijn box, hè. Hij moest gedurende een week lang, en ik zeg goed, een week maar ja, voor hem is het lang, een week lang elke morgen in de spiegel kijken, van Peter, het moet beter. Ja. Kijk, Peter doet ook bos mee met zijn paaldans act, maar dan past die leus niet zo goed, hè? Nee, absoluut niet. Dus Peter, onze motie is, gedurende de komende weken kijk je elke merk in de spiegel en dan zeg ik gewoon, Peter, het moet heter.
En ik had ook in de gaten dat bij Kapper Marti de laatste tijd ontzettend druk is overdag, hè. Want dat blijkt dat je via Kapper Marti, via een binnendurk naar een taai kunt. Ja, dan zie ik allemaal mensen verbaasd kijken. Ja, ik zie hem ook. Ja, ga je ook achter, je kent wel heel verbaasd, jongen. Ja, joh, ik kwam er jou tegen en ik kan zeggen dat ze mijn horen afgenomen hebben. Dan kun ik helemaal niet wegkomen, hoor. Maar goed. We hebben nog een duo, ja. Dat ben je doen. Ja, Jan Pen en Arthur Brand. Arthur, we gaan jou te kool vandaag, jongen. Dus, maar we zijn positief dit, hoor. Dus, dit is alleen maar lof voor jou. Nee, maar kijk, wij hebben dat eens ongezien en wij denken dat het net een huwelijk is, zoals die twee bij DVG functioneren. Hè. Ja. Menneke en vrouwen. Ja. Jan, Menneke, hebben de papieren. Maar je hoeft alleen maar naar vrouwen te luisteren die niks hebben. Dat is thuis, hè? Nou, volgens mij is Jan hier een echte pen, want die is ook niet overkomen en zo. Nee, maar even, laat ik zo zeggen. Giet ons op. Het is carnaval, mensen. Al ben de tossie of de man. Groot, klein, zwart-wit of kaal. Maak veel lucht en plezier met deze dag. Bij deze dag staat het echt niet op paal. Hallo, jongen. Gekregen hebben na die buurt van gisterenmiddag. Er zijn een hoop harten mee gestolen, maar het is traditie dat wij eigenlijk alle mensen die een klein beetje willen bepalen in Liemt wat er gebeurt, dus die kunnen dadelijk bepaald dansen of danseres worden, dat die in het boek van Op naar de 100 staan. Dat is namelijk het te goed voor een pluim op je hoed boek. En daar staan alle namen in van de mensen die graag op ons eeuwfeest willen komen. Gezelligheid is, en dat hebben we gisteren gezien, gisteren hebben we in de mist niet gehoord wat we allemaal niet moeten doen. We hebben gisteren gehoord dat we mogen leven. En we moeten genieten van elke dag. Of mijn leusjes, geniet nou, want het is zo dadelijk. Want mensen zeggen van, dat doe ik dadelijk wel. Niks, nou. Alsjeblieft. Dan moet je dan ook nog wel even zeggen, let wel op, vriend, zuster Lucia is ook binnen. Ja. En op tijd een adres wijzigen, maar we hopen dat we heel naar je lief blijft. Of in ieder geval een lief blijft komen. Maar als je straks wel in een box bij die oude kerk moet wonen, maar nog even. Het was super gezellig, iedereen bedankt en een hartstikke mooie carnaval. Geniet ervan. Dank u wel. 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 Ik wilde trouwens, vond ik wel een aardige van de week van Albert Verlinde vertellen dat hij altijd de eerste was als er een nieuwe iPad uitkwam. En dan stond hij al vooraan in de rij. En die had iPad 3 is nou pas uit, die had Albert Verlinde ook als eerste. Hij zei alleen, nou wil ik er wel een nieuw hoesje bij. Wij gaan het woord geven. We hebben hier BMW. BMW, ja. Hij start daar in de hoek met een maat. Hij is vandaag volgens mijn Zwasje Rutschit 79 geworden, maar ik denk 53. En lang zal zijn leven mag er wel invullen. Ja jongens,
liever daar gewoon weg, geeft een plaf van dankjewel. Heb je jou nog nooit niet gezien? Ik wil ten eerste iedereen bedanken voor de lieve felicitatie die ik vanmorgen ontvangen heb. Het waren er niet veel, sorry. Ik kreeg ook verschillende appies vanmorgen binnen. Er was één appie bij de kenning, hè? Christel van de B. Oh. Ik dacht Christel van de B, hoe kennen we nou Christel van de B? Hè? Ik kan zoeken. En ik kon er niet achter, hè? Maar ik feliciteerde mij met een berichtje van... Oh, daar is een burgemeester niks bij, dat weet ik zeker. Ja, nu weet ik wie Christel van de B is natuurlijk, hè? Oh, dankjewel Piet. Dat is ook de snelle les van jou, denk ik. Burgemeester, jongen, dan mag jij aan je vrouw, hè. Gisteren was er niet pijn en dat deed me wel pijn. En niet alleen ik, maar er waren er veel, hè. Dat ging wel niet aan, dat is het probleem. Nee, maar ik heb hem wel laten zien. Christel, ik heb je lief, meid. Verder, jongens, ik maak het niet te kort, want Jan Marijn staat hier aan te pompelen. Die wil, ja, ik mag hem zo niet noemen. Maar gisteren zei je van, jouw zak hebben we mooi, jongen, maar je hebt hem niet. Ik zal er voor zijn, jongen. Je bent al vaker, al vele jaren te laat gekomen. Hey, je staat met een grote lompe poten op onze lijst, hè. Hoezo, wekker, dat bied je, hè. Dat houdt toch niets in, dat kunnen ze wel onthouden, denk ik. Ja, klopt. Ja? Ja. Ik denk dat we maar van wal moeten steken. Hey, over vrouwen gesproken, hè? Mariette en Joke, hè? Ja, daar zijn ze. Alias Molly en Dolly, hè? Die zijn volgens mij het beste geschikt om als synchrone paaldanseressen op te treden. Hallo, hé. Die twee, hè? Die twee, die zijn bepaald ongeschikt voor... Nou. Ja, om synchroon nog iets te kunnen doen, jongen. Die zijn gewoon helemaal ongeschikt om synchroon iets te kunnen doen. Je moet ze op de zittingsavond dus horen praten, jongen. Allebei dezelfde, dat wel. Bla, 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 dat wel, hè. Maar toch klinkt het nog niet gelijk, hè. Nee. Ik vind het een leuk stel. Nou, wat zeg ik leuk stel? Ik vind het een briljant gauw pluste. Ja. Hé, hey, maar waar houden twee geschikte palen vandaan? Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Nee, dat is niet moeilijk. Dan gaan ze toch gewoon naar de paal van Jan van der Zanden. Ja, dat is hij. Ja, van Jan van der Zanden. Ja, daar zit regelmatig hier zo'n vreemde vogel op. Nou, bij Jan zullen ze inderdaad synchroon kunnen paaldansen. Want Jan die iets speciaals, hè. Jan heeft die ene paal. Jan heeft er twee, hè? Ja, twee paal, Jan. Ja, en het is wel zo, hè, en dat vind ik echt... Juffrouw Ooievaar, die was goed gebekt, hè. Dat weten we met z'n allen, hè. Maar vergeleken met deze twee, jongen, dat is juffrouw Ooievaar toch een rustwoord, of niet? Hè? Dat is toch heerlijk, dan. Ja. Zullen we die paal van Jan van Zanden maar met rust laten? Oké, dat doen we. Ja. Dat doen we. Maar dan gaan we het wel over mensen hebben die totaal ongeschikt zijn. Volgens men dan, hè. Zo. Weet je wie nou ongeschikt, echt ongeschikt is, hè? Om bepaaldanser van die te worden? Nee. Peter van der Wiel. Ja, Peter van der Wiel. Die is nou bepaald ongeschikt. Ja. En worden denk je dat? Ach jongen, kijk. Door is onze Peter toch veel te houtricht weer, man. Ja, dan moet je hier lopen. Jongen. Die kan veel beter zelf als Paul diende, man. Onze Mark Buis. Paul danst. Dat hoop ik dan. Nou, dat zou anders wel kunnen, want een buis is eigenlijk ook een paal. Toch? Ja, maar als dat waar is, hè, dan staat Peter, als hij dus voor Mark Buis staat, ja. Dan staat hij eigenlijk voor Paul. Toch? Als jij dat zo zegt. Maar... Nee, dat is niet leuk voor Peter. Nee. Nou is op minder wel interessant. Nee, want dan moet hij als wethouder continu voor Paul staan. Kijk, als goede wethouder zal hij bepaald niet paaldansen naar de pijpen van een buis. Kijk, hij bepaalt of er op bepaalde plaatsen een schaliegas geboord geworden. Ja, dat denk ik. Hij bepaalt wat er met een kleine aarde gaat gebeuren. Ja, dat zegt hij, ja. En dat denkt hij ook. Nee, jongen, Peter zit bepaald flink in zijn maag met die kleine aarde.
en flink hoor. Ah jongen, maakt dat toch uit. Zand schuurt maar. En dan kan Peter wel mummen. Ah, Petertje weet wel van hand met al die soorten van de zand. Hè? Toch? Oké. Zand over de kleine aarde. Hé, en het is klaar. Maar neem nou onze prins Witte. Hé? Zie je die al in een paal klimmen? Laat staan dat je erin gaat dansen. Als vrouwen het in de carnavalswereld hè, meer voor het zeggen hadden, dan had hij van Erika zeker niet de kans gehad om adjudant te worden. Ja, voor het oog wel, maar toch zie ik liever een combinatie. 95. Nee, ja. Nee, ik bedoel een partij met een combinatie van knappe vrouwen voor het oog en knappe mannen voor het programma. Dat is een balans. Ja, en over balans gesproken, echt over balans gesproken, dus dan praten we over de balans. Ik heb iets gruwelijks ontdekt, jongen, omtrent de vriendschap. Omtrent de vriendschap, onthoud dat goed. Je hebt het net allemaal gezien. Ga terug in je geheugen en die vriendschap is zo goed in balans, hè. Maar als je het wit, hè, als je het wit, dan zul jij met balans raken, Jan. Scriptisch, hè. Hoezo? Over wie heb je het nou? Nou, dan moet ik de gast even heel rustig aan over doen, want ik kom er dadelijk wel op terug. Maar ik bepaal hier zelf wel wanneer ik ermee kom. Ja. Oh, bepaalde jij dat? Echt waar, je wil het zelf niet weten. Ik zal het ergens hier laten zien. Oh. Hé, het is toch verschrikkelijk. Moet toch eens kijken. Moet het toch eens kijken. Ja. Hey. Arthur, dat is onze kaploon. Met Ad. Ja. Ad Schelle. Is hij ook priester geweest? Ja, nou snap ik ook waarom dat je Roxanne of Marjolein in dat dit niet hier gebleven zijn had. Die hebben daar zelf ook wel ontdekt op internet, die twee. Ja, gaan we nu met tappen, jongen. Ja. Ik snap het ook wel. En die zagen daar natuurlijk ook niet zitten, hè. Een leven als pastoorsmeid. Het wapen is gewoon een dekmantel, hè. Het is gewoon een dekmantel. Ja, ja. Die twee. Als je ook goed kijkt. Stoot er niet om nou aan, ja. Ja? Ik doe ze in de kerk wel voor hoe dat je moet drinken. En dan tapte jullie maar vaste glazen vol. Ja, waar ze allemaal niet voor zin in, jongen. Om ze vol te krijgen. De kroegen dan, hè. Ja. Inderdaad. Het is wel een heel bepaald complot, hè. Joffrey die zorgt voor het brood en Al die zorgt voor de dood. Ja. En mijn schoonmiddel is dat, hè? Ja. Nee, maar als ik Joffrey was, dan betrok ik Jan Verwucht ook in het complot. Ja, die draagt altijd de kuil voor een ander, dus wat dat betreft. Ik vind dat Jan die mag wel eens een keer uitkijken dat hij zelf niet eens zo liet het. Joffrey, hè, die zal zeker meer succes hebben dan die oliebol. Die good old Norbert. Oh, wat is dat nou voor een opmerking? Nou, Norbert van der Sluis, ja, in Sint-Antonis, ik weet niet of jullie de krant wist, zijn een eerste prijs al in het hangst genomen, hè? De oliebol van niks. Maar Joffrey is toch bepaald geen oliebol, hè? De enigste vergelijking, hè? Met een verse oliebol is dat er ook geen haar op staat. Ja, hij is toch wel een jaar of twee oud, hoor. Volgens mij. Als je goed kijkt, zie je er toch wel een paar. Lang heb je erom gespannen. Ons gebed dan weer verhoord. Joffrey ging ermee akkoord. Joffrey was het eens met onze plannen. Want verder de mensen weer gaan kwallen, kwamen ze de Liemse kerk weer ingevallen. Eindelijk waren de middencarnaval weer een mis in Joffrey's stal. Dus ook Joffrey die wil middencarnaval gaan knallen! Ik vind het wel een beetje ver gaan, Gerard. Om Joffrey nou meteen de bepaaldanser van Liem te laten worden. Ja, vlug, hè. Hij komt wel erg hard, hè. Ja, ik ga wel, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat hij toch wel een beetje gevaarlijk is.
Want ik heb gisteren begrepen dat iedereen gezaagd is om 500 liter water. Ja, 600 liter water. Te veranderen in 600 liter wijn. Ja, dat zegt dus wel de kastelein die blij gaat zijn. De kastelein die vraagt zijn eigen af hoe dat hij dat op de markt gaat zetten. Ja, maar... Of dat met consumptiebonnen betaald moet worden. Wat heb je niet verteld? Nee, niet van uit. Hij heeft wel gezegd van, nodig de kapelaan vooruit en het komt goed. Ja, het komt goed. Ik vind dat hij eerst nog moeilijk moet bewijzen wanneer je nou water in wijn verandert, of die ook over het water kan lopen. Maar ja, dan moet hij weten waar de palen staan. Ja, ja, ja. Maar dat kan maar niet doen. Als het pontje toch weer eruit is, dan roepen we. En dat zijn nou bewijzen. Oké. Okay. Als je van water wijn kunt maken, moet je ook over het water kunnen lopen. Ja, dat vind ik wel. Wij als dokter Bo en Tox weten natuurlijk als geen ander wie er met deze paaldanser bedoeld gaat worden. Wij zijn alweer een jaartje ouder. Daar is ons specialisten natuurlijk niet aan te zien. Jullie wel. Heel veel kan ik niet houden. Als je een bepaalde danser is, als je die in het Engels uitspreekt, en dan moet je hier eigenlijk wel wat kunnen met internationaal bekende Green Forest. Nu weten ze vooral die ze gewoon zeggen Greenwood. Forest. Dan staat daar a kind of dancer. Diep in deze. Goed dan. Moet ik wel van Engels kennen dadelijk. En Kainz, die hebben wij genoeg geliend. Die noemen wij gewoon Quintus. En de meest opvallende is toch wel Jezé. Meneer Harksmoiler. Ja, getrouwd met Eve. Die heeft heel... Die doet eigenlijk veel met bomen. En die kunnen ook wel als een Nepaal zien. En dan zouden denken, die mens die heeft een takkenwijf. Nee, dat valt best wel mee. Mezen Jozé. Wij zien ze anders zeker wel met een mooi wit ruksje in je paal hangen. Zo met die lange haren zo naar beneden. Gewoon. Ja, dus zij is... Huisgericht! De categorie hout. Wel heel... En hij is ons een Huub Boom. Ja. Die is gestopt bij de Kroonploegers. En hij heeft nou tijd zat om als bepaalde danser te oefenen. En ik zou voorstellen dat hij eerst begint te oefenen om in zijn eigenste keu te klimmen. Kijk, het kan goed zijn dat hij daar ook mee goed kan scheuren. Biljartkeu bedoel ik. Ja, biljartkeu. Ja, biljart. En als je dan een showtje geeft, nou, dan zouden die dames bij de dames nog eens goed in de smaak kunnen vallen. Dus, zeer geschikt. We hebben er nog eentje met een verborgen naam. Het zit namelijk zo. Op de heide groeit veel van dat wit bergenhout. Heel sterk. Buigzaam. Heide, hè, snap hem? Heide! Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk Prins Witte de Nuste. Zou je nou geschikt voor zijn? Ik weet zeker dat hij dat kan. En als hij er een klein beetje moeite mee zou hebben, dan stellen wij voor dat hij Pam daar van hem overneemt. Ja, Pam, heb ik hey. Pam, daar hangt hij! Hey. Wij zien ze liever aan de sierlijk aan die paal zwieren, dan dat ze er met een paard over in springt. Dus! Helemaal geschikt. Ik zie al, we hebben er heel veel in de categorie hout. Dan hebben we nog Dorien van Dukske. Oftewel, Dorien van de Middenpaal. Ze heet eigenlijk Dorien van de Boomgaard. En zo uit de Boomgaard
kunnen ook Hennek in een schone paal zagen. Ja, kunnen Hennek. Maar dan wordt dan natuurlijk wel in een schone grote en dikke hoekpaal. Ja. Dus. Nou hebben we er nog in, hè? Het een heel onverwachte linkse en rechtse noek. Links-rechts. Ze zal heel mooi in je pal passen. En ze ha, at thuis genoeg mogelijkheden om te oefenen. IJzeren pal, houten, stenen, alles. Dichterbij moet je niet komen. Niet te veel storen. En je moet er ad hoc niet aankomen. Hij zal helemaal niet aan draaien. Want dan moet er verplicht in de hele week een oogje dichtknijpen. Wij weten echt niet over wie dat we het nou hebben. Ja. Maar jullie zeggen het maar. Zeggen. Geschikt of ongeschikt? Geschikt. Ja, dat moeten we wel iets duidelijker hebben, dames en heren. Hè? Geschikt. Ja. Klaar. Dan hebben we nog eentje. Eigenlijk ook in de categorie metaal, hout en steen bij elkaar. Ja, maar toch wel echt overwegend hout. Voor een goede paal, dan moet je bij een echte timmerman zijn. En die liemt, daar zit erin. Spanjers. En zijn vrouw, die klimt er geregeld in. Ja. Het is voor ons nog niet duidelijk. Of zij voor, of zij dat ze weet wat dat je paal zijn eigen bevindt. In Luet of op de Rode Weg. Het gaat in ieder geval niet altijd echt goed. Want ze is er al dik afgegleden. Lest haar ze een splinter opgelopen. Ja, dat klopt. Ja, dat komt ze bij ons. Toen is bij ons in de kliniek gekomen. Ja. Kliniek, plastiek. Ik zeg, wat doen we dan met je splinter? Laten zitten. Ik zeg, laten zitten. En we hebben haar het advies gegeven om die splinter te snitten te laten zitten en een splinterpartij op te richten. Ja, dan hoeven we maar één lid te hebben. En dat bent het altijd met elkaar eens. Ja, wat zegt de zaal? Ja, dat is ook iets voor de zaal. Zijn we het er mee eens of mee oneens? Geschikt of ongeschikt? Ongeschikt! Mark, blij dat je erbij bent en blij dat je iets wilt zeggen. Maar dat toch nou toe. Ik weet niet waar je wat zeggen. Goed. Ik wil in ieder geval voor jou eens even een groot applaus dat jij er met jaar weer bij bent. En ja, dat weet ik echt. Ja, echt wel, wat ik gelijk gezegd. Ja, jij bent ook blij, François. Ja, dat is geweldig wat hier ieder jaar gebeurt. Ik heb er overigens nu 2 jaar kennis van kunnen nemen. En ik zit iedere keer na te denken. En ik heb het er met mijn vrouw ook over. Ik probeer die cultuur van liefde te doorgronden. En ja, dan wordt het toch wel heel moeilijk. Dus misschien. Iedere keer als ik weer denk dat ik weet wat het is, ja, dan blijkt dat niet zo te zijn. Nee. Maar weet je, dat het onderwerp was wat ik eigenlijk in gedachten had. Ja. Tot ze begonnen met, jij moet je lopen, lopen en lopen. Volgend jaar. En maar volgens mij, ik zal een paar woorden zeggen, want volgens mij klinkt een hollenbuis altijd nog beter dan een hollenvat, denk ik. En helemaal een groot probleem hier, dat snap ik. Nee, maar ik zie het zo aan en die cultuur die bekijk ik dan en dan merk ik. En ik hoorde het vandaag volgens mij even. Kijk, er is veel te doen over de integratie van Boksel en Liemde. En met name de integratie van Liemde in Boksel. En iedere keer, alle discussies heb ik sinds ik solliciteerde hier al gehoord. Maar als ik dan zie dat een Thaise massagesalon in Liemde ingaat als koek en de integratie gewoon echt heel snel verloopt. En ik zie dan ook nog dat jullie kans zien om Jennissen Engels te leren. Ja, dan moet ik toch concluderen na een jaar als burgemeester dat jullie heel erg vooruit gegaan zijn.
En daar ben ik blij mee natuurlijk. Daar ben ik hartstikke blij mee. En daarbovenop komt nog. En jullie weten, kerk en staat zijn helemaal gescheiden. Maar jullie denken natuurlijk dat ik de bliksemafleider zelf ingehuurd heb. Maar dat is niet het, Jeffrey. Die wil ik ook nog een groot compliment geven. Want als ik kijk naar gisteren... Zult u maar binnenkomen, maar op de hak genomen worden. Hè? En ik vind dat je het geweldig doet. En ja, echt super. En ik ben blij dat we een beetje samen staan. Want toch gedeelde smart is halve smart. En in die zin kunnen we hier rustig binnenkomen. Ik wens jullie met z'n allen een geweldig carnaval. Ik moet nog even zeggen, een paalpoetsen is iets anders dan een holle buis poetsen. Ja, en de enige die holle buis innerlijk kan zuiveren, ben jij niet, Jeff, die is Christel. Bedankt. Heel blanco. Dank TV. Eenvoudige mensen. Vandaag staat voor u nieuwe leider Kim Jong Blanco. Onzekerheid zijn voorgoed voorbij. Kim gaat voor Europa. Kim begint in het centrum van Europa. Linde! Kim zet orde op zaken. Kim heeft veel onderzoek gedaan afgelopen jaren. Kim, leider van groot formaat. Te groot voor kleine fietstunnel. Kim vastgereden op fietsje. In fietstunnel. Kim met groene zeep losgeweekt. Bedenker van deze kleine tunnel. Zal door TV worden opgespoord. En een Golden House restaurant worden geschonken. Smakelijk eten, sambal bij. Kim heeft nieuwe kreet. Wie bepaal? Ik bepaal. Zeg kinder, wie bepaal? Ik bepaal. Nee, Kim bepaal. Dank TV. Kim zelf leider. Kim bepaalt alles. Kim Jong Blanco, grote leider. Kim gaat knallen met carnaval. Knallende Kim. Kim afscheid nemen van Buisman. Wielman. SP-man. Kaplan Joffrey-man. Tossie-man. Dick Willeman. En Prins Witteman. Kim gaat knallen, man. Nu gaat Kim drankje drinken met Ad Schelleman, met Toyboys Ruud en Mitsman. Ik nog eenmaal vragen, wie bepaalt? Kim bepaalt! Op dat moment zag ik roest aan de uitlaat van mijn auto. Lieve Mona, ik vraag u, moet ik Benny Noordloid nou mijn oorschotjes? Of kan ik hem nog binnen aan zijn Noordloid zelf repareren? Dus jullie begrijpen allemaal wel, hè? Dat wij, met z'n allen zeg maar, in de toffel, dat wij gevoel, toch wel een schouw onder de knie aan, hè? En dat hier in Lient niemand gaat bepalen wat er gezeten wordt of wat er gebeurd wordt, hè? Want wij met elkaar zijn het die dat bepalen. Wij zelf. Dus, wij zijn de bepalers. En met die 11 en 11 reserve willen wij hier nou een try-out van doen. We hebben de presentielijst bij. Dus dames, als je uw naam hoort, dan kom je hier naartoe. En dan zeg je, present Dolly en Molly. Dames, hè. Dames. Hoe gaat ie dan? Ilse de Kort. Hier naartoe komen. Klein beetje vlug, hè? En opschieten.
wordende, Erika Vos. Lassen. Pim van de Witte, ja dat weten we wel hè. Margot Brands. Claudia Meges. Ja. En dan hadden we eigenlijk nog Nicole Keizer, maar... Hij wil geen nukke kruisjes hè. Die slaapt nog. Koos Kroon en die natuurlijk. Tineke van der Beelen. Conny Saris. Carla Saris. Desiree Blauwe. En dan en natuurlijk ons Korke. Maestro Music. Dit zijn dus de nieuwe dansmariekes van 2015. We sluiten af met het Wim Volkslied. Staan de mensen. Oh ja, staan de mensen, iedereen staan. En Willy komt op mijn plaats staan, want die heeft het nou voor het zeggen. Willy van Al. Werk in het oog, het kan niet als recht.